De oppositie eist dat de regering de verhoging van de brandstofprijs terugdraait. Dit maken de gezamenlijke oppositiepartijen vandaag bekend in een verklaring. Ze zijn van mening dat de regering zich te gemakkelijk verschuilt achter de olie- en goudprijs, terwijl corruptie en financieel-economisch wanbeleid belangrijke oorzaken van de neergang zijn. De verhoging zal moordend werken, want de verhoogde brandstofprijs zal doorwerken in bijna alle sectoren van onze economie. Goederen en diensten zullen duurder worden, geven ze aan. De president had beloofd om corruptie aan te pakken, maar tot nu toe is er niemand opgepakt. Integendeel zijn diverse corruptievelingen weer in hoge posities met dikke salarissen benoemd. De oppositie protesteert daarom krachtig tegen de verhoogde brandstofprijs en eist van de regering dat de verhoging onmiddellijk wordt teruggedraaid. Aldus de oppositiepartijen VHP, NPS, PL, ABOP en DOE.